is leuk, hè? Allemaal setjes. Ja, maar ze hebben nu wel genoeg van jouw verhaal. Kijk nou, maar. Volgens mij niet. Nee? Er komen er steeds meer bij. Ik krijg steeds meer publiek. Anti-luis en anti-schimmel. Ja. Nee hoor, kijk maar, we vinden er niks aan. Jammer, je hebt ze wel weggejaagd, heb je ze. Goed, kijk, dit is een anti-luis en ook een anti-schimmel. En dan denk je, dat kan toch niet, zijn toch twee verschillende dingen? Ja, dat klopt. Maar dit is gebaseerd op een heel ander principe. Het gaat er niet om de luis te doden of de schimmel te doden, want daar heb je best wel agressieve middelen voor nodig. Nee, dit is om je plant veel sterker te maken. Dat blad waar die luis op wil gaan zitten en die schimmel op wil komen, die moet er eerst in kunnen komen. En in zwak blad, een plant die gewoon wat slechter staat, krijgt die gewoon kans. Dit is bladvoeding. Op het moment dat je dit elke twee weken, je blad, je planten, inspuit, dan wordt het blad zo sterk door die voeding die erin zit, dat die luis er niet meer in komt met zijn snuit en die schimmel er niet meer als sporen in zich kan, daarin kan gaan nestelen. Dus je maakt je plant veel sterker, je krijgt dus ook veel mooiere planten die niet meer vatbaar zijn voor luis en schimmel. Ik zeg een veel beter principe dan altijd maar bestrijden, bestrijden, bestrijden. Je kunt beter zorgen dat die planten sterker zijn. Hè? Vonden jullie het wel leuk? Het was best interessant, hè? Ja, het ging over anti-luis en anti-schimmel. En dat het goed is voor het milieu. Want je kan beter je planten maar sterker maken dan dat je altijd maar die luizen gaat doden. Want dat is ook niet goed voor jullie, hè? Want uiteindelijk komt het in het water terecht. Dat vinden jullie wel niet fijn. Ja, laten we elkaar een beetje beschermen in deze tijd. Hè? Ja, waar koop je dat hier? Oh, was ik vergeten. In de tuinmanierenshop. Anti-luis, anti-schimmel. Hij zit te veel alleen. Ja, dat moet, hè. Moet alleen. Ja. En dan kom ik jou af en toe tegen.